Welkom bij het FD campagnejournaal van dinsdag 4 september. Het zat er al een beetje aan te komen, maar je kunt het lezen in alle ochtendbladen en alle ochtendjournaals. Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid passeert Emiel Roemer van de SP in de opiniepeilingen. De PvdA heeft de wind in de zeilen met deze campagne en bij de SP zullen ze zich wel eens achter de oren krabben of ze niet te vroeg gepiekt hebben in deze campagne. Alle ochtendbladen hebben het erover. In ons eigen Financiële Dagblad een interview met Diederik Samsom over Europa. Hij denkt dat er flink veel geld nog naar Griekenland bij moet, omdat ze het gewoon zelf niet redden. En hij ziet een veel grotere rol voor de Europese Centrale Bank in dit hele proces. Hij hoopt ook dat Europa niet al te snel integreert, want hij wil wel de kiezer erbij houden. Dus het tempo moet wat hem betreft omlaag. Wat je ook ziet is dat er partijen zijn die al vooruit beginnen te lopen op de formatie. Het proces wat na de verkiezingen begint. D66-leider Pechtold die ziet het al helemaal voor zich dat er een middenkabinet komt. Die wil niet extremen aan de linkerkant of extremen aan de rechterkant. En natuurlijk spint zijn eigen partij daar het meeste garen bij. Wat staat er vandaag op de agenda? Het belangrijkste is vanavond het Carré-debat, georganiseerd door RTL Nieuws om 8:30. Maar ook Elsevier, BNR en het Financiële Dagblad werken daar mee. 8 lijsttrekkers van de grootste partijen gaan fel in debat met elkaar. Dat belooft vuurwerk, dus zeker kijken. Voor mensen werkzaam in de financiële sector, hou in de gaten dat er morgenmiddag in Tilburg een debat is van de financiële experts van de Tweede Kamer. In de Universiteit van Tilburg om 4:30. En dan sluit het dinsdag 11 september met het grote verkiezingsdebat van de NOS. En dan is het naar de stembus.